Blok. Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Euro Truck Simulator 2. Jawel. Hey jongens, zoals jullie weten hebben we natuurlijk de vrachtwagen hebben we natuurlijk klaar. Maar we gaan vandaag nog niet rijden, maar we gaan hem vandaag nog eventjes aanpassen. Waardoor het dus, als het goed is, dat hij dus wel klopt, dat het ook allemaal daadwerkelijk werkt. Dus we gaan het gewoon zien. Maar ik heb de reacties van de vorige video heb ik voor mij. Dus ik zie even kijken, boven bloktransport moet je aan de rechterkant boven RT nog een lampje plaatsen. Nou, gaan we even kijken. We gaan hem eerst even repareren. Boven bloktransport moet je aan de rechterkant boven RT moet nog een lampje plaatsen. Boven RT. Nee, die zit erop. Kijk maar, alles zit erop en die zit erop. Mensen zijn ook dat ik een zonneklep moest doen. En dat klopt inderdaad. Ik moet even kijken welke we dan moeten hebben. Ik heb geen idee. Big verf. Dat ziet er niet uit, hè. Dat ziet er allemaal niet uit. Ja, we zouden dit kunnen doen. We hebben old school. Orange halogeen. Old school. Wat voor zonneklep moet ik hem dan? Zijn er niet veel te veel lichtjes? Of gewoon een samurai? Ik zou het niet weten. Ik denk dat we het gewoon zo houden. En anders kunnen we dat altijd nog aanpassen. Even kijken. Moet ik even kijken. Ik kan zo heen en weer. Dan doet ze wel in de game als op YouTube wordt het aangepast. Even kijken. Op het tafeltje moet je een vrachtwagen, een Coca-Cola blikje, een snikken en een cowboyhoed leggen. Ja, dat wordt iets te veel. Tip voor de opbouw is dat eerst alles in de lak en spoilers erop en dan lampen erop zetten. Mooie Scania. Even kijken hoor. Het witte stuur trouwens, zeiden jullie dat we dat niet moesten doen, dus dan gaan we dat ook niet doen. Ik zou het interieur licht wit maken, dit past beter bij de vrachtwagen en daar ben ik op zich wel mee eens. Maar dat is wel heel erg rood namelijk. Warm licht, warm wit. We kunnen ook normaal wit doen, maar daar komen ze meteen wel achter. Maak van die 25 pk 85 of 620. Dat komt beter over met je geluid, omdat een Euro 6 blok niet kan klapperen. Op de R650 na, maar dat is een Scania Next Gen. Dus daar zou ik een grotere motor in moeten doen. Ja, dat kan wel. En dan ga ik liever voor de 560 dan, denk ik. Want die heb je ook. Of 560. En moeten we even alle badges er natuurlijk weer op zetten. Dus we gaan, wat ik zeg, we gaan vandaag nog niet rijden. Helaas, doen we de volgende keer. Even kijken. Even kijken hoor. Die andere interieur nu zie je van buiten anders dan van binnen. Doe dat andere interieur. Ja, klopt. Want je ziet nu dat het. Dat klopt inderdaad nu. Dus dan zou ik toch wel dat andere interieur moeten doen. Ja, dat kan op zich ook wel. Dat was deze nog niet. Ja, deze was daar. Zo. Nou, het goed is, moet nou kloppen. Juist. Je bent achterlampen vergeten. Lampen achter. Dat heb ik hier toch? De grote lampen aan de buitenkant bovenop de cabine. De grote lampen. Ja, ik moest ook de grill inderdaad veranderen. Dat kreeg ik van Basco ook. Kreeg ik op mijn donder. Dat de grill niet klopte. Want grid stock, want wat rood werd, dan moest ik aanpassen. Namelijk. Want dat werd wit namelijk, of dat werd rood, maar ik weet niet meer welke dat was. Geen idee. Gridpin Series 1. Gridpin Series 2. En dan moest ik volgens mij, hier moest ik nummer 5 doen ofzo. En dan was het wel goed. Ik heb het op Discord staan, maar dan moet ik even op Discord kijken. Wacht even, ik moet even Discord erbij pakken. Want dat klopte niet ofzo. Even kijken hoor. Oh. Een paar tips voor de truck. Als je de grill selecteert onder en boven heb je de... Onder en boven heb je de goede grill. Hij wordt dan rood, maar dan moet je op het aanbouwpunt daaronder klikken. En dan op grill paint. En natuurlijk de zonneklep. Grid V8. Ik wil ook dat het ook weer was. Ja.
En hij is rood en dan moest ik die bovenste, moest ik... Ja, zo klopt hij. Deze moet ik hebben, toch? In het zwart? Volgens mij klopt hij zo. Als ik het goed heb. Volgens mij wel. Wat hebben we daar nog meer te vertellen? Even kijken. Ja, volgens mij is dat... Volgens mij is de grill... de grill is goed zo. Er staat intercooler op. Op zich maakt niet zo heel veel uit. Zo. En ik had ook nog zo'n super badge. Maar waar die is gebleven, geen idee. Ik kon er volgens mij een super badge op zetten. V8 style. Dat moet natuurlijk wel in het wit. Ik zou de cabine licht blauw maken. Blokje blauw. Doe blauw licht in de cabine. Dan moet ik een blokje blauw en dan een wit stuur. Ja, wit stuur is in de poll. Zeggen jullie van wit stuur niet doen. Is niet mooi. Dikke Scania, mooi truck. Vergeet wel niet. Lichten achteraan voor in het donker. Je hebt nu enkel remlichten achteraan geplaatst. Maar. Vergeet vooral niet je lichten achteraan voor in het donker. Je hebt nu enkel remlichten achteraan geplaatst. Oh, zo. Ja, juist. Ja, dan moet ik dus eigenlijk die andere hebben. Maar die zijn er wel. Tail en brake light. Kijk, deze moeten we hebben. Dit is tail en brake light. Nou klopt hij. Nou hebben we dus lichten achter. Zie je dat? Ik had inderdaad alleen remlichten. Klopt hij nu? En die moet nog even aangepast worden. Kijk, nou zijn ze rood en remlichten. Achteraan, wil je alsjeblieft een speciaal interieur doen? Wat voor vrachtwagenmods heb je? Geen flauw idee, heel veel. Zet nog een grote koffiekop op het tafeltje in de cabine en het licht aanpassen. Ja, een koffiekopje kan op zich wel, dat is wel geinig. Dan heb je hier een koffiecup in het blauw, als dat kan. Purple navy, ja, is roze, dus volgens mij werkt dat niet met hier meer. Volgens mij kan dat niet. Maar hij wordt paars, dus het houdt in dat de tekstjes niet kloppen. Dat komt waarschijnlijk door het interieur. Dat ik deze niet kan plaatsen. Weet ik eigenlijk haast wel zeker. Kijk, zie je dat die is ook paars. Hou iemand! Dus ik denk dat een koffiemok, dat werkt niet. Alhoewel, ja, je hebt hem zo, maar dan is hij alsnog een beetje paars. Zie je dat? Dus dat kunnen we beter niet doen. Moet nog terugvinden ook nog. En dan kan ik hem niet meer terugvinden. Oh, wat vreselijk! Want er bent er zoveel... Weg. Kijk, daar was hem. Ik had ook nog volgens mij van die poppies. Ja, kijk, poppie. Is ook wel geinig. En dan hier nog even ook een blauwe. Wel, twee poppies. Maar die geven ook... Nee, eentje is denk ik prima, hè. Zo, we hebben een poppie. Je redt nog geen 100 meter. Je redt in de politie aan. Klopt. Zonneklep hebben we. Je hebt de uitlaat aan de zijkant weghalen. Je hebt al rechtop staande. Nou, dat hoeft niet. Want onze torpedo van het werk die had exact hetzelfde. Dus dat hoeft niet. Heb je de lamp onder de spiegels weg? Dat ziet er niet uit. Oh, ik vind het op zich wel wat hebben. Raamstickers. Daar hou ik niet zo van. Rood licht is te rood. Dat klopt inderdaad. Achter heb je geen stadslicht. Een klein lampje voor. Nou, volgens mij hebben we dan het meeste gehad. Volgens mij wel. Zet de koffiemok op het kastje. Ja, dat wil dus niet. En je hebt het gezien. Energieblikje zou kunnen. We hebben hier nog, ook nog een poppie. Maar ik hou er niet zo van dat er zoveel op dat bord staat. Daar ben ik niet zo van. Maar het is allemaal roze. Die mokken. Dus hoe ik dat ook fix, dat weet ik ook niet. Een kroontje.
Plant versus zombie is op zich ook wel genig. Kijk, zelfs de normale die zijn zelfs van Eurotruck zelf zijn zelfs roze. Maar dat komt waarschijnlijk door het interieur wat we gebruiken. Dan doen we die. Dat is op zich wel genig. En dan leggen we hier, weet ik veel wat neer. Briefcase. Ja, die kun je nog niet meer zien, dus die kan op zich ook wel weg. Maar volgens mij is het nou wel redelijk goed. Tenminste, zover ik weet. Er zit een grotere motor in. We hebben nu licht en achter. Alleen ja, de zonneklep weet ik nog niet hoe we dat gaan doen. En dan moet dit hem worden. Oh, er klopt iets niet. Zag je het? Wacht even. Even alles weghalen. Light Chrome 4. En dan moet ik die. Die. En die. En dan moet die weg, die weg, die weg. En dan hebben we een veer, soort van. Maar volgens mij hadden we toch een hele andere veer. Volgens mij wel. En dan moet hij hier omhoog. Ja, kijk. Zo klapt hij. En verder, volgens mij is die grotendeels klaar. We kunnen hier nog een euro 5 badge doen. Maar dat maakt misschien zoveel uit. En volgens mij is hij al klaar. Toch? Mudflaps. Oh. Ik denk dat het goed is zo, jongens. Alleen zonneklep moeten jullie maar eventjes laten weten. En weet je, we kunnen wel een... Hoe heet dat? Hoe heet dat nou? Even kijken hoor. We kunnen wel een trailer doen, maar op zich is dat niet helemaal de bedoeling. Om een eigen trailer te doen. Dus we gaan nou eventjes een stukje rijden. Om even het geluid aan te horen. In principe is de vrachtwagen klaar. Laat ik hem zo even van de buitenkant zien. Maar ik doe nu alles via één computer. En ik zie dat de game ook alweer loopt te laggen. Ik snap dat niet waardoor dat komt. Mijn videokaart is niet lekker meer. Maar nu is die gewoon weer 60. Want ik moet gewoon 60 dinges hebben. Als we nu 100 gaan doen, toepassen. Duurt daarvoor. We zijn weer terug. Maar goed, in ieder geval, de vrachtwagen ziet er nu anders uit. Het lijkt wel een beetje. Maar dat komt omdat ik nu alles via één computer doe. En mijn videokaart is niet lekker meer. Dus excuses hiervoor, ik moet een nieuwe videokaart hebben. Hopelijk gaat ik beweeg niet te veel. Dit is de vrachtwagen. Met de lampen. Laat even weten of die nou goed is gegaan en of die goed klinkt. En dan wil ik jullie bedanken jongens voor het kijken naar deze video. En de volgende keer gaan wij rijden met de nieuwe truck in Euro Truck Simulator 2. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En laat me weten of die nou wel goed is en of die klopt. Kalm!